Beste mensen, welkom bij Evidos. Ik heb het gevoel dat we inmiddels een identiteitsinfrastructuur hebben staan. En dus, waarom moeten we nou nog steeds kopietje paspoort gebruiken? We zijn al 20 jaar bezig met het vraagstuk digitale identiteit. We helpen veel organisaties daarmee. En als we in staat zijn om de wetgevers te overtuigen om digitale identiteit te accepteren, dan zijn ook de kopietjes paspoort niet meer van deze tijd. We hebben in België een echte mobiele digitale identiteit ontwikkeld. Dat is iets meer. Achter iets.me zit een industrieel consortium, dus er zit geen overheid. Het is een privé-initiatief. De banken gebruiken het vandaag al reëel om nieuwe klanten te onboarden of een nieuwe klant te worden. Dus kopietje paspoort is voor ons verleden tijd. Allereerst is van belang dat voor de onboarding van klanten in het kader van anti-witwasregelgeving, dat de wetgeving daadwerkelijk toestaat dat je gebruik kan maken van een EID. Nou, we zien daar gelukkig ontwikkelingen. In de laatste De vijfde anti-witwasrichtlijn die in januari 2020 geïmplementeerd wordt in Nederland, staat expliciet toe dat je een EID kan gebruiken voor de onboarding van de klant. Er is meer dan alleen maar de verificatie van de cliënt. Je moet je maatregelen, dus ook de maatregelen voor de verificatie van je cliënt, die moet je afstemmen op het specifieke risico dat zich voordoet bij die cliënt. Op dit moment staat niets meer in de weg om kopie paspoort te vervangen, want we hebben IDIN. Met IDIN kun je je online identificeren. Gemakkelijk, veilig en vertrouwd met de inlogmethode van je bank. Nou, als een kopie paspoort weg is en vervangen wordt door het digitale paspoort, gaan onze processen veel sneller. Het komt sneller weer terug bij de klant. Het zou kosten besparen. Ja, dus eigenlijk scheelt ontzettend veel.